Hallo, beste mensen, we hebben een aflevering van Uncharted 3, Among Thieves. Ik deed mijn intro weer eens heel snel, want mensen klagen dat ik het niet snel genoeg deed. Ja, dat kan ik best wel vinden, want vroeger, niet helemaal in het begin, toen deed ik hem redelijk langzaam. Echt halverwege mijn kant, zeg maar, bij de 400 filmpjes, zeg maar. Dat is niet echt halverwege, maar toen was mijn intro echt super mega hyperactief. En dit is gewoon een zwembad. Fucking veel swagbad. Een swagbad. Oh. Zag ik daar een trofee liggen? Ik dacht echt even dat ik wat zag knipperen hier. Of was het toch een leugen? Oh, Marco Solo. Dat is heel grappig, want het is een reference naar het tweede spel. Dat is namelijk een zwembad en dan zeg jij Marco en dan zegt Chloe, zegt Polo. En nu is natuurlijk Chloe er niet. Dus dan wordt het Marco Solo. Dat is geniaal. Best achievement ever. Ik zag een man, dacht ik. Ah, daar heb je zo. Verdomme. Ja, dacht ik ook al, Drake. Hopla. Ik vind deze muziek echt badass, moet je horen. Is toch mooi? Ik wil die man pakken daar, maar hoe? Wauw, wat een sfeer wordt hier neergezet, zeg. Wauw. Uncharted, beste game ooit! Bam! Nee, sir, ik ben echt een gigantisch Uncharted fan. Fuck, een 1000 sluipschuttersgeweer. Fucking vet, ja. Jullie weten waar ik van Uncharted hou. Ik heb momenteel dus ook 1 gekocht. Ik heb 1, 2 en 3. Ik heb 2 uitgespeeld. Ben nu halverwege 3. En ik ga zeker deze vakantie 1 in mijn uppie nog even los spelen als ik tijd heb. En daarna ga ik dus sowieso 1 voor jullie ook nog let's playen. En daarna ga ik denk ik beginnen aan de God of War serie van de PlayStation Games. Kijken of ik iemand van boven kan pakken ofzo. Nee, achter. Kut. Oh, ik ben nog in de stealth, toch? Oké, laat maar. Never mind, I'll find stealth like you. I wish nothing but the best for the piraten too. Don't mean nothing, piraat. Nu maak ik je toch best wel kwaad. Sometimes ik schiet je dood. Maar soms laat ik je leven. Oké, dat was echt kut. Hey piraatje! Kom dan! Oh, dacht je dat je me kon hebben? Oh, kut. Ja, je kon. Oh, kak. Nee, snel maak hem dood, Rick. Hij doet gemeen tegen je. En schiet de mensen op ons. Ze kijken ons aan, ze denken dat we gay zijn. Sterf, goed zo. Oeh, overal granaten opeens. Overal granaten. Wat doe je er nog tegen, hè? Oh, daar is een boef. Een paar kogels in. Oh, nee, ik was net in voor de headshot, man. Zo, jij bent dood. Hehehe. Ik ben dol op dode piraten. Oh, god. Waar komt dat vandaan? Oh, hallo daar. Ah, oh, mijn maag, mijn mild, mijn lever, mijn blinde slokdarm. Oké, dat was jammer. Dat moet ik ook helemaal opnieuw doen. Het beginmuziekje was echt best wel badass. Pak hem Drake, pak hem. Bam. En buff, en bots, en bip. Oké, krijg ik weer dat coole wapen van je? Cool. Ja, het is een sluipschuttersgeweer, dus ik zou iemand neer moeten kunnen schieten zonder dat de rest het door heeft. Dat is tenminste het doel, ongeveer, van een sluipschuttersgeweer. Dat ruimt, een soort van. Gaat achter. Goed zo, Drake. We kunnen die vent daar proberen te sluipen. Of die vent daar. Bij de piano. Moet die wel in één keer dood zijn natuurlijk. Oké, is hij dood? Nee. Dat is zonde. En dat hoor je ook heel duidelijk gewoon, zo'n sluipschuttergeweer. Wat is het doel er dan nog van? Cool. Jij bent niet dood. Jij bent niet dood, vriend. Ja, nu wel. Oh, hallo daar. Kut, die vent heeft de shotgun. Stop met de shotgun hebben. Oh, kom op. Ik wou maar niet met je vechten, vriend. Daarachter. Oké, die vent gaan we hier sowieso doodmaken. Kut! Oh, ik ging in één keer op mijn knieën. Niet op die manier. Ik vind het minder leuk worden eigenlijk nu al. Ik heb het helemaal gehad met dit schip eigenlijk. Hopla. En nou, laten we deze man maar eens bij pakken. Gewoon origineel, weet je. Originaliteit is de sleutel hier. Tot het succes. Ik kan gewoon een granaat gooien, denk ik. Oh, ik heb geen granaten meer. Nou, dat is jammer. Bam. Kijk, dat is awesome, mate. Oh, waar is hij nou, hè? Oh, ze weet al waar ik ben. Dat is jammer. Dat is wel even jammer. Kom eens hier, dude. Kom hier. Met je piratenkop. Ben je dood? Ik denk dat hij dood is. Ik denk dat ik wel een flinke headshot op hem gemaakt, ja. Nog andere boeven die wat van me aan hebben. Oh, het hele schip is ook weer aan de kant aan het opgaan. Dat vind ik wel vet gedaan, zo met die... Oh, leeft hij nog? Oh, nou oké, dan nu niet meer. Hij zit op je rug. Oh, daar komt hij aan. Shotgun man. Hij heeft een shotgun. Hij is een man. Shotgun man is de hoedje kwijt. Hij is de hoedje kwijt. Hij is vrij van zijn zonde. Want hij is dood. Hij is dood, droge brood dood. Sterf maar. Je bent dood voor mij en zult ook dood voor mij gaan. Mijn beste. Oh god, ik haat overal mensen met pistolen. Nee, stop. Dit stopt hier. Wacht. Nee, kut, kak. Poep. Ik ga alleen maar dood. Het enige wat ik doe is doodgaan. Verdurrie. Oh nee! Waarom zijn er zoveel mensen hier? Wauw. Waarom? Waarom ik? Oh, kut.
Kut, kak. Ik dacht, nou, dan schieten we die vent er ook meteen even bij. Dat valt tegen. Hij leeft ook echt nog steeds. Wow, dat was een faal. Oké, ga nou eens dood, vriend. Ga eens dood! God, verpil ik eens, gas, dood, man. Sinds hier een schat te vinden. Dat maakt wel alles weer een klein... Oh, leuk, een afgezaten shotgun. Hartstikke leuk. Ja, hier is hij niet echt veilig, Drake. Moet je even een beetje verder rollen. Oh, er zat ook een boef, joh. Wat doet die boef daar nou weer? Oh, god, ik ga weer dood, of niet? Ik dacht, nou, leuk, lekker rollen. Als je blijft rollen, dan doe je in het algemeen, neem je weinig schade. Dat is gewoon een feit, weet je. De club van de rollers vindt dat wel cool. Ik ben zelf ook een roller, een Rolling Stone. Spring op zijn hoofd. Ik wil op zijn hoofd springen, maar dat viel tegen. Niet om te schieten, jongens. Ik ben aan het vechten. Vind ik zo lullig als mensen dat doen. Gewoon tijdens het vechten om te gaan schieten. Ik heb zoiets van, what the fuck, bitch. Ik ben aan het vechten. Ga dood, please, dude. Ga snel dat ze schieten op ons. Ik neem je mee in mijn graf als het zo moet. Oh, ligt echt een granaat naast ons, of niet? Oh, nee. Kut. Verdorie. Nou, dit hierna word ik boos, zeg maar. Zo, opla, bopla, tjaka. Dankjewel. Ik vind deze missie nu flink irritant worden eigenlijk. Oké, we gaan het nog een keer proberen, maar dan. 3.0. Gaan we rechtstreeks op deze vent af, denk ik. Denk het dan. Pakken ze een vriend hier. Even in combat. Bam, kom, ga dood. Ja, goed zo. En dan pakken we de volgende dude. Gewoon, weet je, waarom zou je nog met je pistool willen vechten als je ook al mensen kan slaan? Oh, fuck je granaat, vriend. Let even op die granaat, want die gaat boom, boom, boom. Oh, god. Kut, dit gaat niet goed aflopen. Oh, zijn hele armor gaat wel kapot momenteel. Kom op, nee. Rol, Drake, rol voor je leven. Rol als je leven je lief is. Waar zit hij? Nee! Ik ging net zo goed. Nee. Wauw. Ik weiger ook gewoon mijn difficulty lager te zetten, weet je dat? Want ik ben nu al zo ver gekomen. Ik ben al over de helft van het spel. Op medium difficulty. Dan ben ik niet zo'n drol dat ik nu nog eens even lekker... Oh, laat ik nu even hard gaan doen. Nee, dat weet ik niet. Ik ga deze vent eerst pakken, maar ik hem een eikel vind. En je sterft! Oh, cool. Ze hebben me nog niet gezien. Ja, nu wel, hè. Nu wel, hè, Drake. Ja. Oh, god. Nee, maak please. Doe niet zo'n lang gevecht. Ga gewoon dood. Echt lang. Die gevechten duren lang, man. Op twee, dan, meestal dan heb je zich... Oh, cool. Die mag het even dood door mijn granaat, hoop ik. Overal granaatjes. Hartstikke leuk. Zo. En we zijn hier. Mooi. Gezellig. Ik heb ook echt geen granaat. Ik zie al de granaten liggen, maar ik ben te langzaam om ze op te pakken. Which, of course, is a pity. Oké, ga ze dood. Jij moet even dood. Ik vind die gasten maar een beetje irritant doen. Oké, dat is een dooie. Dat is één dooi. Deze keer gaan we voor de winst, dames en heren. We gaan niet zomaar eventjes voor spek en bonen mee. Nee, we gaan voor de winst. Oké, dat is kut. Dat is kut, hè? Zo'n irritante piraat naast je. Piet Piraat. Oh, wacht, dat heb ik al een keer gedaan. Ik heb al een keer Piet Piraat gezongen. Zodat ik met deze mensen vocht. Ah, daar komt er weer eentje. Hé, grapjas. Hé, jasgrap. Oh, fuck. Waarom? Waarom spawnen ze achter me? Dat is gewoon lullig. Ik vind dat minimaal lullig. Niet om te schieten. Probeer maar om het te schieten. Oké, cool. Die is dood. Gaan we weer deze kant op. Ja, het is heel irritant, want ze spannen best wel dus aan alle kanten. Dus als ik dus op... Kak, nee. Probeer ik heel wild om me heen te slaan, maar het werkt niet echt. Kut. Ik ga sowieso dood nu. Rol, Rick, rol. Oh, kut. Nee. Schiet me niet dood met je shotgun. Please, don't. Oh, kut. Ik wou er overheen klimmen. Kak. Ik probeer hem naartoe te rollen, want dan kan ik hem misschien nog... Doe wat, Rick. Doe er iets aan. Waar is hij? Oh, daar. Oké, dat kan ik hem wel hebben. Denk ik, ja. Sterf, dikzak. Niet dichterbij komen. Oh, kut. Even herladen hoor. Kom eraan. Be right back. Woehoe! Ga dood. Please, dude. Ga dood. Please. Dude. Nee. Kut. Oh, cool. Hij is dood. Oh. Hij was al dood, toch? Right? Am I right? Dat was hem, denk ik. Toch? Please. Zeg dat hem was. Oh, er schiet nog iemand op me. Waar? Welke knakker schiet er op mij? Oké, niemand. Oké, cool. Gaan we verder. Oké, dan. Nou, ik hoop dat het hem was. In ieder geval heb ik het een keer gehaald. Zou fijn zijn. Maar aan de muziek te horen zijn we nog niet klaar, dames en heren. Waar moeten we eigenlijk heen? Deze kant op? Oh, god. Snipers. Wauw. Het is weer een nieuw hoogtepunt. Oh, god. Waar zitten die snipers? Ik moet even iets gaan naar... Oh, wacht. Ja, dit kan wel. Ik kan niet meer redelijk zitten. Oh, god. Ik heb echt alleen maar van die kak-items momenteel. Oh, god. Dit ga ik nooit redden zo. Oh, kak. Ik moet echt even andere wapens hebben, hoor. Jemig. Ik kan er niks mee. Gelukkig... Oh, kom op. Nee, niet doen, Drake. Zolang je blijft rollen, doen die snipers in principe redelijk weinig tegen je. En ja, ik heb sowieso een checkpoint hier, neem ik aan. Hoop ik. Oh, god. Dit is echt onmogelijk met de wapens die ik heb. Geef misschien een goed wapen... Oh, god. Deze man moet zo... Oh, god. Nee. Oh, god. Wat heeft god hiermee te maken? Dat weet ik niet. Alleen...
als God bestond, dan zou hij dit niet laten gebeuren. God zou dit niet laten gebeuren, mensen. Is dat een gewone piraat? Please, laat het een gewone piraat zijn. Goed zo. Arr. You die. Oh, fuck. Frustraties lopen hoog op. Gelukkig heb ik hier een checkpoint. Maar, met deze prachtige wapens. Ja, zolang ze niet erbij me komen, is er niks aan de hand natuurlijk. Oh ja. Als ik hier gewoon de hele video blijf staan, schiet er natuurlijk ook niks op, hè. Ja, ik denk dat we met dit wapen iets kunnen bereiken, hoop ik. Oh, oké. Okay. Doet dit iets? Dan gaat hij dood? Gaat hij daar dood aan? Dat lijkt het niet. Oh ja, cool. Ik heb een kill gemaakt, jongens. Geen zorgen. Die granaat een beetje dichtbij? Ah, oh, valt mee. Voor mij komt er iemand aan. Voor mij heb ik bezoek ieder moment. Of niet? Valt mee. Ah, kom op. Stop met mijn dood, man. Mijn dood proberen. Oh, god. Oh, dat doet hij. Hij schiet die kogels er al op. Ja, oké. Ik snap, man. En er komen wel steeds mensen dichterbij. En zonder dat ik met mensen iets aan het doen ben, ga ik al half dood. Dus het kan vast niet goed af. Ah, kak. Drake, dan moet je. Oh. Ik vind het zo lullig dat ze me hier neerzetten met nul wapens omheen. En dan, oh weet je Rick, deze wapens wou je graag toch? Oh fuck, staat iemand naast me te vechten. Kom dan dude, kom dan. Kut. Ik moest op driehoekje drukken, dat weet ik. Driehoekje was de enige goede manier om me nog te redden. Het bedrukken van de driehoekjesknop. Yes, ik heb op driehoekje gedrukt. Dat ging mij goed af. Overal explosies om me heen ook. Au, kak. Doe het niet doen, stop. Vrede. Yeah. Oké, heb ik al een nieuw wapen? Nee, natuurlijk niet. Kut piraat. Sterf. Oh, nog een vriend. Oké, ik ga met je vechten. Gewoon in het open. Gewoon bij alle snipers en bazooka's. Ja, joh, ons kunnen zien. Zoals ik al zei. En ik ben dood. Dat verbaast me echt helemaal niks. Want ik heb close range weapons. Tegen snipers. En bazooka's. Dat is fucking eerlijk, hè. Dat is fucking eerlijk. Nou, ik ga alweer die kant op. Ik denk dat ik daar veel meer kans heb in ieder geval. Tenminste, iets van een goed wapen pakken. Staan geen bazooka's om het te schieten. Dat vind ik wel. Zou je voordelen kunnen noemen? Even kijken. Ik wil wel. Ja, ik pak wel even de arm micro. Hartstikke leuk wapen, joh. Hartstikke wel gezellig. Het is misschien geen bazooka. Het is een hammer, meneer. Weet je wel? MC Hammer. Kan ik ook gewoon naar buiten? Dat zou fijn zijn. Nope, dat kan niet. Dat is jammer. Oh, godverdomme. Stop! Wij toch op me schieten! Kak! Wat een frustratie ook allemaal. Het ging ooit zo lekker in deze game. Weet u nog de tijd dat ik gewoon aan het ownen was in deze game? Dat ik gewoon mensen in elkaar sloeg en shit. Ja, ik had die micro mee kunnen nemen. Ik ga wel lekker voor de shotgun deze keer. Ik heb helemaal gehad met die mensen. Maar ik heb ook geen dekking. Oh, kan ik hierachter? Hierachter. Nee, achter dit plaatje hier zo. Drake hierachter. Hier, pak het. Yes. Kom dan, sukkels. Oh god, er eentje links van me en eentje rechts van me. Is hij dood? Ik hoop het. Nee, hij is niet dood. Oké, dan pak ik eerst deze piraten voor zijn smoel. Oh, kut. Dat ging niet zo heel goed. Oh, kut. Oh, ik word verkracht. Oh, fuck. Wauw, zat ook echt iemand naast. Oh, nee, ik schiet even op je. Wauw. Ik leef nog, wauw. Oh, kut. Wauw. 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 Echt? 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 Is dit echt hoe je het wil gaan spelen? Oh, fuck jou, Rick. Dat is echt het motto van de game momenteel. Fuck jou. Nou, weet je, game. Fuck jou. Zo, dat is één homo minder. Niks tegen homo's, maar die man heeft een sniper. En hij gaat hem misschien ook. Zo, die is ook dood. Kijk, dat scheelt. Oh, kut. Kom op, dude. Ik heb net twee snipers doodgemaakt. Doe dit niet. Doe me dit niet aan. Oh, AIDS. AIDS. Oh, chlamydia to the max, man. Oeh. Waarom doen jullie me dit aan? Waarom slepen jullie mij door deze hel? Die moederkoek heet. Serieus, wauw. Wauw. Ik heb ook een shotgun hoor. Oh, wie is dat niet? Oh, wacht. Oh, kom op. Kom op, ik sla je wel weer hoor. Met de blote... Kak. Met de blote kak. Sla ik je. Ik kan ook... Ja, wat moet ik je tegen doen dan? Oh, 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 sweet child of mine. Het zijn niet eens heel erg, die mensen van boven. Die vallen nog... Oh god, ja oké, ik ga dood door die kogel, of niet soms. Ja, als ik die vent even dood kan krijgen met die... Hij ja, die vent. Is hij dood? Nee, tuurlijk is hij niet dood. Stomme piraat, ik sla je voor je bek. En dan wil ik graag verder, anders schieten die snipers om, maar dat zou niet leuk zijn. Rol, en rol, mooi. Ja, het probleem is, ik heb dus nergens dekking. Nergens dekking. Oh god, dat is niet de goede plaats voor dekking. Daar wil je niet heen voor dekking, Drake. Ja, hier is de beste plek om te zitten, hoor. No offense. Oké, daar hier. En ik heb een wapen wat niet dat ene wapen is.
Zo, dat is een dode piraat. Oh, en die sniper dingen kunnen nog best wel redelijk goed op mij schieten. Alleen doen ze niet. Die snipers schieten gewoon niet op mij. Ik ben nog 0 keer getroffen door een van die sniperkogels. Alleen het is niet zo fijn om 2 van die dingen op je te hebben. Die ook nog momenteel... Oh, blaast hij naar zichzelf op met een mafkees. Oh god, ik ga hem al slaan, joh. Bam, bam. Oh god. Ja, dat ik moet hebben. Die klap had ik moet sowieso... Ik moet wel gewoon in het slaan, moet dan wel goed zijn, zeg maar. Dat ik weer zo'n... Wat? Oh, dat was een sniper natuurlijk. Oh god. Waarom? Ik vind me echt een baas als ik dit ooit nog haal, zeg maar. Oh, Rick, respect. Ja, dankjewel, man. Ik kan wel wat respect gebruiken momenteel. Voor wat ik nu doe. Voor jullie, de kijkertjes. Zo, ik ga wel even hier... Wauw. Wauw. Bedankt, Uncharted 3 Drake's Fortune. Je hebt mijn dag weer helemaal goed gemaakt. Oh, god. Oh, god. Zo, ik ga lekker hierachter zitten. Ik ga wel lekker achter mijn plankje zitten. En ik blijf hier lekker de rest van de... Oh, ik heb wel een granaat bij me opeens. Cool. Waarom gooi ik die granaat daarin? Dat is een goede vraag. Heb ik eigenlijk een granaat? Kan ik hem heel tactisch inzetten? Ja, hier camp is de beste optie, blijkt me. Oh, staat in één keer piraat. What the fuck doe jij in één keer naast, mijn vriend? Nee, niks. Je moeder is een baviaan. Hopla. Nou, ga je met deze man vechten? Oh, er zit een trappetje tussen. Sorry, vriend. Oh, dat ziet er glitchy uit. Oh, oh. Zo, kom maar. Kom maar, kom maar, kom maar. Ik ben klaar voor je. Kom dan, broeder. Kom dan. Even uit het gebied van de snipers, alsjeblieft. Dat zou wel fijn zijn. Oké, cool. Is hij al dood? Nee. Wat? Ik zuig zijn ballen. Ik wil je ballen niet zuigen, vriend. Yo, dude. Oh! Cool. Restock. Even blijven knallen, Rick. Blijven knallen. Blijven knallen met je ballen. Ik heb hier niet zoveel kogels meer voor. Ik heb er de kogels niet meer voor, zoals Gerard Joling zou zeggen. Ik wil alleen dit wapen nog. Wauw. Oh, cool. Hij is dood. Even, ik moet heel erg schouw even snel kogels losselen. Ah, beter. Pistolen. Oké, wie wou nu een portie van Drake? Hè? Wie durft? Nou, als de gasten beneden dood zijn, dat zou heel fijn zijn in ieder geval. Ik weet niet, dood de pistolen van long range? Zo, die is dood. Hehehe. Oké, dat is eentje minder. Tududu, tudu. Another one bites the dust. Tududu, tudu. Another one bites the dust. And another one goes, and another one goes, another... Oh, daar staat hij. Raak ik hem nou of niet? Hij is dood, denk ik. Ben je dood? Goed zo. Oké, er is er nog eentje dan, denk ik. Dat is zeker de jackhammer, of zijn er nog meer snipers? Oh, daar is nog een sniper trouwens. Bam! Sorry vriend, maar jij bent geowned! Voor de rest nog iemand die zo zegt van... Hey Rick, ik heb iets van je aan. Nou, wat heb je dan van me aan? Je broer... Oh god. Oh gossie. Oh, oké, okay, kijk. Pistolen, pistolen. Ik ben dol op de pistolen. Het is echt mijn favoriete handgun. Zoals je ziet, 2 vijanden. Boom, boom, allebei dood. 2 kogels, 2 kills. Heerlijk, pistolen. Ik zou een reclamecampagne moeten lopen voor de pistolen. Oh, kijk, als het die jackhammer doet. Ja, stomme schip. Het schip maakt het niet echt veel beter. Oh, ik ben een schip en ik beweeg alle kanten op. Hey. Wat ga je doen dan? What you gonna do? What you gonna do? Oh, yeah. Oh, kom maar hier met die jackhammer dan, hè. Oh, god, er komt iemand achter me aan. Kom dan, move. Waar is die boef? Zie ik een boef? Oh, hij viel zeker zelf naar beneden, of niet? Ja. Nou, gelukkig. Deed de andere kant van de level ook. Hé, weet je wat? We hebben ook een balkon, toch? Oh, nee. Het is gewoon een vent van hier van het balkon. Oké, dan ga ik even flink woepen, hè. Flink woepen. Namens Rick. Als ik nu neergesnaperd word, ik word boos. Ik word woest. Zo. Dan ga ik even hierachter staan. En dan knal ik hem volop uit de lucht met deze jackhammer. Die heeft een wapen van woede. Fuck jou. Zoals dit. En boom. Ah, gaat alleen zijn knietjes. Nou, nog een keertje dan. Hoppakee. Toegift. Oh, dat viel tegen. Nog een keer. Hij gaat alleen... Dude, nou, dan weet je... Oh, er zitten geen kogels in. Dat is jammer. Beetje zonde van mijn jackhammer kogels. Ik had ze leuk kunnen gebruiken namelijk. Boom. Ja, even iets lager inschatten, jongen. Zo dan. Yeah. Woo. Oké, heb ik het nu gehaald. Have I gehaald dit nou? Ik heb momenteel een wapen met 1 kogel erin. Dat gaat lekker. Oké, daar hoef ik niet heen in ieder geval. Hoef ik me geen zorgen over te maken. Waar moet ik dan heen? Waarschijnlijk moet ik iets met die kandelaren doen. Die kandelaren staan echt bij van... Doe iets met mij, Rick. Doe iets met mij. Waarheen? Wie zegt dat? Oh, het zijn boeven. Opeens realisatie. Wacht. Misschien zijn boeven. Waar komen hier vandaan? Oh, daar. Gezellig. Ik ben net met Jackhammer weggedaan. Dat is echt even jammer. Dat is afzien.
Oké, okay, kom maar weer. Je wil vechten of niet soms? Nou, dat mag. Die optie heb ik op mijn menu staan. Ik raak je dat ding helemaal niet. Calm down. Oh, doe de Harlem Shake. Dacht het niet, bitch. Oké dan. Nou, bedankt voor het openen van die gang in ieder geval. Dan kan ik hier weg. Dat is fijn. Oh, sorry. Sorry. Dat was lachen. Oké, nou, we hebben het gehaald. We zijn 20 minuten bezig geweest daarmee. Ik ga het gewoon uploaden, maar ik maak er gewoon 30... Oh, kijk. Dat was toevallig. Die zag ik niet eens liggen, joh. Oh, ik moest er helemaal niet heen. Oké, cool. Wel een mooie boot. Ik moet zeggen. Ondanks alle frustratie, is een mooie boot die jullie hier hebben. Weet je, ik vind het wel lachen om zoiets te uploaden. Zolang het nog een beetje vermakelijk is. En dit was... Ik weet niet. Misschien vond je het een leuke video. Dan moet je gewoon even een duimpje omhoog doen. En dan weet ik, dat vond jij een leuke video of niet zo? Ja, ik vond het leuk. Ik had duimpje omhoog gedaan. Nou, bedankt. Ik dacht dat ik dat kon pakken, maar dat viel dus weer zwaar tegen. Die flessen rollen ook echt alle kanten op. Waarom zijn die flessen hier? Oh god, ik zie een boef. Zagen jullie hem ook? Oh, het is een krat. Dat is geen boef, nee. Ik word helemaal gek, joh. Ik heb boevenvrees. Waar moet ik heen dan? Ja. Nee, ik gok het op de kandelaar. Misschien via de piano op de kandelaar of zo. Is dat een optie? Nee, hè. Waar moet ik dan heen? Ik ben weer eens verdwaald, dus. Gewoon een klassiekertje. Geef je even een hint of zo? Het is zo'n mooie zaal. Dan moeten we ergens een mooie uitgang zijn. Een paar, hartstikke leuk, joh. Hier zit hem dan misschien? Deze deur? Nee, ook niet. En dan zou je toch zeggen dat ergens nog een boefje zit of zo. Waarom kan ik sowieso niet gewoon een deur openen? Ik heb toch handen? Wat is er mis met je handen, Drake? Oh, cool, granaat. Die neem ik even mee. Oh, als je het niet erg vindt, don't mind if I do. Yes. Jawohl. Ja. Ja. Ik zit te denken, misschien hier ergens omhoog of zo, maar ik zie nou niet echt opties daarvoor. Ik moet iets vinden waar ik op kan klimmen. Dat zou wel fijn zijn, ja. Kom op, dan moeten we iets van logica... Het moet iets met die kandelaar zijn. Kan ik ze niet neerschieten of zo? Er zit wel heel dun touwtje aan, moet ik zeggen. Nee, ik zou het wel iets grappigs gevonden hebben. Kan ik dit kapot schieten? Nee, dat kan ook al niet. Oké, dat is jammer. Dat zijn twee opties minder in ieder geval op het menu van... wacht. Dam, dam, dam. Viel tegen. Ik had eigenlijk niet verwacht dat zo... Oh, wacht. Heb ik de lamp kapot gemaakt? Hij begint raar te knipperen. Dat deed hij waarschijnlijk sowieso al, ja. Nee, die rechter doet het niet. Huh? Ik heb het ding kapot gemaakt, denk ik. Mag ik nog mijn vorige wapen terug? Of doen we daar niet aan? Doen we niet dat geld terug? Ik heb echt geen idee waar ik heen moet. Dat is altijd jammer. Meestal dan vliegt er zo'n deur open en dan ga je die kant op, weet je wel. Dat is meestal wat duidelijk. Maar nee, Drake doet zo van, nee, die deur. Bah, dat is niet mijn type. Nou, vooruit dan Drake, dat kan ik begrijpen. Oh. Pff, gevonden. Woe! Oké. Naar Sully. Precies. Waarom ga je in één keer full sneak, total awesome, Drake? Oh, kijk. Hallo daar. Ik zei toch full sneak, total awesome. Ik breek je nek, vriend. Oh, para. Arm, micro. Para. Arm, micro. Para. Arm. Motherfucking micro. Oké, kom dan, vriend. Kom dan. Oh, headshot. Hij heeft een hartaanval gekregen. In zijn gezicht. Jij ook, vriend. Mauro, terug naar eigen land, man. Dude. Zo, ik heb geen idee wat ik doe. Cool, cool, cool. Mag's goed, mag's goed. Ja, het gaat allemaal wel lekker. Waarvoor ik geen idee wat ik heen moet. Oh, hier zo, gevonden. Ik denk het ook. Ah, hij moest naar het ruim. Ja, oké. Rollen, Drake. Rol harder. Met 25 rolomslagen per minuut. Oké, hierheen. Is het hier? Ziet er wel uit als een ruim, ja. Vind ik wel. Ziet er ruim uit als een ruim. Oké, wat is hier voor leuks? Wat is hier voor leuks, jongens? Tip. Dan over tip. Daar is hij ook. Oh, hij is Sully er echt? Ik geloof het haast niet. Zal ik hem doodschieten? Goed idee. Oh, dat kan niet. Dat is jammer. Wacht, ik denk dat ik het weet. Dat dacht ik al, ja. Zo voorspelbaar. Hey. Zo voorspelbaar. Hey, Sully. Hoe gaat het met jou, ouwe rukker? Laat ik eens even kijken of er nog een schat ligt. Vast wel. Waarom praat je zo zachtjes? De hele ruim is leeg, hoor, vriend.
Je hebt net heel veel gunkogelslagen gelost, dus ze weten echt niet dat jij hier bent, denk ik. Ik zie geen treasure liggen, waarde heer Drake. Waar zit er een? Nee, dat is een para. Oké, dan gaan we Sally redden. Kom eraan, Sally! 100 pon! Zo, we gaan je pakken. Cool, filmpje. Het is Sally zeker helemaal niet, of wel? Het is Sally niet. Ik zei nog zo, Sally is helemaal niet op het schip. Of is het hem wel? Oh, wie heeft er gelijk? Kom dan! Ik wist wel dat ik gelijk had. Ik zei zo, wedden dat ze Sally helemaal niet gevangen hebben genomen. Shit. Het is een valstrik. Wow, dat had ik niet verwacht. Ik had wel verwacht dat ze Sally helemaal niet hadden. Ik beloof je dit. Er komt een eind aan, nu. Hij is hier nooit geweest, of wel? Natuurlijk niet. Woehoe, Team Rick! Ik wist het gewoon. Ik voelde het aan. Een Uncharted hardcore fan, want ik heb één game uitgespeeld en halfwege de tweede. Dus ik ben een hardcore fan. Ik heb de halve franchise gespeeld. Oké, en ik heb de PSP-spel niet gespeeld. Ga ze me nou... Oh, ik ga hem sowieso slaan. Oh, bitch! Motherfuckers! Wauw, wat een badass scène, zeg. Bam! Oh, man. Fucking badass dit. Zo badass. Oh, god, boeven. Hoofdstuk 15, zwemmen of verzuipen. Oké, die auto gaat heen en weer. Wauw. Wat een legendarische scène was dat net, zeg. Poeh. Ja, dan heb je wel 26 minuten van deze serie, van deze aflevering vol moeten houden. Dat vind ik wel knap. Zo. Wee, ik vlieg. Zo kijk je inderdaad, vriend. Oké, dan. Oh, dat is mijn ene wapen. Oh, je bent dood. Oké, mooi. Waren dat ze? Nou, lijkt er wel op, ja. Oh, kut, dat loopt vol met water hier. Dat zag ik redelijk aankomen. Oh, mijn god, die vette politieschild. Ren, Rick, ren! Wacht, ik ga hem pakken. Wacht. It's raping time. Weet je wat grappig is? Het is een politieschild. Ze werken niet van boven, sakka! Oh god, loopt hij nou nog vol met water? Oh god, waar komt die sniper vandaan? Oh, van achter. Oké, cool. Dat is één dode sniper. Ik ga van onder ze staan. Ik neem aan dat het door dat rooster heen gaat, die kogels. Ja, maar van hen ook. Arr! Kut, ik ga dood. Headshot expert. Cool. Even hier een beetje tot rust komen. Rustig aan, Rick. Oh god, er komt net iemand naar beneden. Kak. Voor mij staan ook nog steeds mensen boven me. Ja, precies. Dat is een beetje irritant eraan. Mijn kogels zijn in ieder moment op, dus ik moet gaan vechten. Kom hier, vriend. Oh god, wat doe ik eigenlijk allemaal? Wat doe ik het eigenlijk allemaal voor? Nee, kut. Niet die sniper. Kut! Dat zag ik zo aankomen. Kak! Waarom heb ik al mijn kogels gespeeld? Oh, mag ik lekker opnieuw beginnen. Leuk. En terecht ook. Hartstikke terecht. Laat Rick maar weer opnieuw beginnen. Ik moet even wat allemaal verzamelen dus. Wijze les geleerd. Ah, en dan komt zo meteen die pik weer met zijn politieschild. Oh, ik ben een pik en ik heb een politieschild. Of ik heb een pik en ik ben een politieschild. Dat kan ook nog. Wat heb je liever? Zou je liever een pik hebben en een politieschild zijn? Oh, kijk, zijn armor ging kapot. Ah, dude, ga eens dood. Oh, nee, we staan al bij me. Oh, nou, val nou mee. Dude, ga nou even dood, oké? Dan zijn we besties. Oké, hij leeft nog steeds. Ik rol even hierheen voor de para. Para, para, para. Mooi bril heb je op trouwens. Oké, pak even je wapen als je het niet erg vindt. Oh, af en staat de shotgun. Dat valt me tegen. Dat valt me tegen van jou. Even de, ja, de car. Hartstikke leuk. Hé, hey, politieschild, sukkel. Headshot. Heerlijk, dat was genieten. We moeten gauw weer deze kant op, want nu komen die gasten daar. Precies, dat dacht ik al. Ik ga denk ik eerst gewoon even, ja precies, focus op die dudes. En als ik gewoon niet onder blijf staan, dan gaat het redelijk goed. Nee, boeit ze niet zoveel, denk ik. Oh, kut. Die vent heeft veel swag. Zijn YOLO money kan ik niet aan. Ik moest wel deze kant op. Kut, hij ging weer doodstaan, of niet? Nee, valt mee. Ik moest wel hierheen, ondanks dat die de snipers zijn. Want anders ging hij me sowieso doodmaken. Oh, kut. Kom op. Ik ben echt altijd te laat met dodgen, want ik ben heel erg hard op vierkantje aan het smashen. Waardoor ik altijd niet kan reageren als ik op driehoekje moet drukken. Hoppa, deze keer wel. Blijf gefocust, Rick. Gefocust. Oké. Zijn die snipergasten weg? Oh, ze zijn allemaal één voor één naar beneden gesprongen, zeker. Oké, cool. Dat vind ik wel mooi. Of staan ze er nog? Ziet er best wel leeg uit daarboven, dat is fijn. Dat is fijn om te horen. Gasten, het begint wel een beetje vol te lopen met water hier. Je moet misschien even... Oh god, zijn er alsnog dus. Kakkie. Even, waar kan ik achter gaan zitten dan? Ah, hier is een mooie paal. Lekker palen met Drake. Palen, oh. Nee, sorry, fles. Mijn excuus. Oh, hallo daar, Jacobus. Wat doe jij hier zo? Na de werkuren. Nee, geen headshot, please. No headshot. Oh, kom op.
Shit, foute boel. Je ligt er wel heel fabuleus bij daar op de grond, Drakey boy. Wauw, weer hem opnieuw. Je bent een beetje beu te worden met Uncharted. Oh, daar gaat de auto weer. Ik vind het een beetje beu te worden met jou Uncharted als het zo door moet gaan. Ik vind je een fantastisch spel. Een fantastische serie ook. Nou, ik heb deel 1 niet gespeeld. Die schijnt wel het meest matig te zijn. Alleen ja, ik heb er zo geen zin meer in, weet je. Als ik iedere keer dit stuk opnieuw moet doen. Het vorige vechtstuk was ook al niet helemaal super duper. Er stond een man met armor. En natuurlijk is mijn wapens al meteen weer leeg. Moet die para weer gaan pakken. Oké, ja, die is in ieder geval dood. Dat scheelt. Para. Quit living. Ik heb wel weer een granaat. Dat is van de goede kant. Always look on the bright side of life, zeggen ze altijd maar. Hè? En nu kan waarschijnlijk die sniper dudes, ja. Inderdaad. Inderdeed. Oké, wie springt er naar beneden? Jij. Wie gaat er dood? Jij. Nee, niks vandoor. Geen last van in ieder geval. Oké, deze vindt gewoon blijven knallen met de para. Die heeft redelijk wat terugslag, waardoor hij mij niet kan neerschieten, hoop ik. Oké, we pakken hem alweer. En we gaan weer slaan. Het is weer Brute Dinsdag. Misschien is het op een vrijdag. Brute Dinsdag / vrijdag, want dan komt de Jarded online. Kut, ik kreeg klap van mijn bakkers, maar dat zagen jullie misschien al. Dat, oh kut, tekent natuurlijk het weer. Mijn reactievermogen is echt slecht. Vooral omdat ik dus zo erg druk bezig ben met op vierkantje drukken. Het brutale vierkantje. Oh kijk, dankjewel voor de shotgun. Wat gebeurde er nu ook alweer? Ik heb net dezelfde fout gemaakt, toen ging ik ook ergens zo dood. Neem sowieso dit even mee. Gewoon hier zitten, joh, gezellig. Ik geloof het er weer mensen daarboven waren, of niet? Ja, precies, daar heb je ze weer. Dat is één. Kut. Hij ging me bijna doodmaken. Kut, is hij leeg? Really? Leeg? Oké, cool, afgezet. Shotgun mee. Zit er iemand in het... Oh god, zit daar iemand in het ruim? Wauw. Dat is kut, hè? Dat is... Oh god, waar schieten ze vandaan? Wie schiet er allemaal op me dan? Oh, hallo. Aangenaam. De naam is Rudolf Jacobs. Wie? Ze zitten ook echt overal, hè, die eikels. Oké, die is dood. Mooi. Er zit er nog eentje boven. Oké, oh god, blijf. Stop met spawnen! Stomme piraten. Zullen ze het ooit opgeven? Zullen de piraten het ooit opgeven? Dat zie je, de volgende aflevering. Wat? Hoort dat erbij of heb ik nou verloren? Oh, gelukkig dat hoort erbij. Poeh. Ik moet niet weg. Ah, val wel mee. Bedankt voor het kijken voor deze aflevering. Vergeet deze video te liken, is het leuk. Tot de volgende aflevering van Uncharted 3, Drake's Erection. Tot de volgende aflevering van Uncharted 3. Vergeet deze video te liken, is het leuk. Tot de volgende aflevering. Doei!